Het is de eerste keer dat er grondbeschikkingen worden uitgereikt in Livorno. Dit zei minister Ruben Permisser van LVV vanmorgen bij de uitgifte van grondbeschikkingen en bereidsverklaringen aan bewoners van Livorno. De LVV-minister gaf aan dat president Bouterse zich vanaf zijn aantreden heeft ingezet om de bevolking van grond te voorzien. Volgens Permisser zijn de wettelijke bepalingen daartoe pas in de beginjaren 80 veranderd. De bewindsman zei verder dat ondanks de inzet van de president er toch problemen zijn ontstaan, zoals lange wachttijden voor het uitgeven van de beschikkingen. Geen verwijt aan wie dan ook. We kennen de situatie onder meer op ROGB, dat bestanden geautomatiseerd moeten worden, veel achterstanden, dat voordat de mensen iets opmaken, dat het een helskarwei is, en mrokopuru, lukubastan, sukudisangadadi. En utaki aan makandra dan fa uka hip makandra. Dat na helpen. Fa uka swing aan motor, dat kan zijn komoro snel. Maar dat people er wacht die langer dan. En u make one lange story short. Utaki de structuren van de NDP ook. Maar ook andere hoor, iedereen die een bijdrage kan leveren. Maar wij hebben onze structuren enorm ingezet. Alle stembureauvoorzitters, de kennen die uit het hoofd van Livorno, onder leiding van de coördinatie van mevrouw Maatsa, de Goluku afgelopen maanden de papieren verzameld die zeggen dat die. Den, AADC, AROGB, de voerroepen. Dus maken we ons aan ons, die mensen van ons, in de vrije tijd, toch? Permisser verduidelijkte dat er meer dan 60 documenten verstrekt zouden worden. Een deel was grondbeschikkingen en het andere deel bereidsverklaringen. Evenals RGB-minister Lekram Soerjan die de documenten overhandigde, gaf de LVV-minister de aanwezigen nog mee dat een bereidsverklaring een stevig document is. Dat is wat de voorwaarden zijn. Binnen 16 maanden dat je moet doen aan die verplichtingen, je pijnt je bedrag en dat je het aan het. Dan heeft ROGB daarna geen keus dan u die beschikking te geven. Zo hard is zo'n document. Maar duidelijk, Brabantse. Dus allemaal een paar, die zeggen, ben je man bij de, alle 800 jaar na de zand. Mijn man gaat op het toe dat, de man gaat op een trapprecie. Dat wordt ik denk niet uit. De LVV-bewindsman hield de aanwezigen verder voor dat degenen die in aanmerking komen voor een bereidsverklaring door de partij begeleid en ondersteund zullen worden. Minister Permisser sprak vanmorgen bij de uitgifte van grondbeschikkingen en bereidsverklaringen aan bewoners van Livorno. De uitreiking heeft plaatsgehad op de OS Seobaran op de hoek van de Botromanki-straat en de Pautantewariweg.